Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft zelf het initiatief genomen om te proberen het rookontwikkelingsprobleem in Wageningen te helpen aanpakken. Onze redactie nam een kijkje in Bombay. Beleidsadviseur van het ministerie geeft tegenover onze nieuwsdienst aan dat het gebied dat in brand stond van staatsolie zelf komt. Naar zeggen van Raghunath wordt de indruk gewekt, al zou het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij verantwoordelijk zijn voor de last die de gemeenschap ondervindt. Omdat het gebied, dat wordt in het volksmond gezegd, van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zou zijn. Vandaar dat ik het nu benadruk dat het gebied van staatsolie is. En dat LVV, die met tal van activiteiten in de gemeenschap bezig is, dan zich verantwoordelijk heeft gevoeld om ook in te komen bij de bosbranden om de samenleving te dienen. Het gebied dat in Lichterlaaien staat, is een swampgebied. En een swampgebied kenmerkend is dat hij een enorme pegassenlaag heeft. Een pegassenlaag van 1 meter, ietsje minder, soms ietsje meer. Het swampgebied, de vegetatie daar en het moeras daar verschilt van hooglandbos. Waar hooglandbos dan minder pegassen heeft, heeft laaglandbos, swampbos, enorm veel pegassen. Van een meter, laten we uitgaan van een meter. Wat gebeurt er? In bepaalde tijden van het jaar, waarin het dan heel extreem droog wordt, dat zo'n swamp, swamp droog raakt. De onderkant van het swamp, die heeft nog steeds water. En dan ontstaat er broei. Een broei waarbij dan door zonlicht dat vocht beneden aan steeds opwarmt. Raghunath meent dat er tal van oplossingen zijn, maar als de overheid vechten tegen een bosbrand op 500 hectare zonder machines, is onbegonnen werk. Maar voor duurzame oplossingen zijn er wel mogelijkheden. En u heeft zelf gezien dat we bezig zijn met sleuven graven in dat ene gebied waar de bosbranden woeden. Dat gebied is circa 4.500 hectare groot. En de windrichting is toevallig ook zo dat al het rook dat ontstaat over het dorp van Wageningen gaat. En voornamelijk in de nachtelijke uren dan bij de Zuidoostpassaat. Dat rook blijft hangen boven Wageningen. Overdag is het niet zozeer een probleem, maar dat het in de nachtelijke uren blijft hangen boven Wageningen. De oplossing is dat, en ik ben blij dat andere deskundigen ook hetzelfde mening zijn toegedaan, wat mijn mening is, dat het gebied in cultuur gebracht moet worden. Dat is de enigste oplossing. En dan heb je een duurzame oplossing gebracht. Dat het gebied dan productief is aangewend. En dat het volk dan geen last zal hebben in de toekomst van rookontwikkeling ten gevolge van bosbranden daar. Het gebied dat in brand stond en voor rookoverlast zorgde, is volgens Raghunath uitermate geschikt om in cultuur gebracht te worden en voor alle agrarische doeleinden en producten gebruikt te worden.